van elke kaneel gebruiken, maar ik heb toevallig deze. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt. Oké. Okay. Helemaal knisperen. Hey jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. We hebben vandaag een kookvideo, een beetje een bakvideo. En we gaan cinnamon rolls maken. We gaan cinnamon rolls maken. Oh ja, cinnamon rolls maken. Ja. Samen met Ilijn en Mizu. Oké, wat we nodig hebben. Wat hebben we nodig? Deze. Dit is deeg voor croissantjes. Die kan je zelf in de oven maken, dus die gaan we gebruiken. Dan hebben we nodig. Suiker. Ja, en dit is dan donkere bastardsuiker. Pannenkoek. Gewoon pannenkoek. Ja, dit gebruiken we ook voor de pannenkoek. Dan heb je kaneel nodig. Je kan gewoon random elke kaneel gebruiken, maar ik heb toevallig deze. Van Jacob Hooy. En dan heb je boter. Heel goed, boter nodig. We nemen 50 gram. Ik doe altijd iets meer. Die smelt ik straks een beetje en die gaan we dan gebruiken. En voor als het klaar is. Chocolaatjes. Chocolaatjes, die gaan er ook in. Oké, dit is heel leuk en heel makkelijk om te doen met je kids. Ik ga heel even vertellen hoe we het gaan doen. Dan kan je het even onthouden. Dan kan je het later ook met je kids doen. En daarna laten we het zien. Ja. We gaan deze openmaken. Die gaan we uitrollen. Smeren we het in met boter. En? Suiker. En? Kaneel. Dus dan smeren we alles op. En dan gaan we hem rollen. Dan gaan we hem snijden. En dan gaat het in de oven. Heel makkelijk. Dus we gaan nu eerst beginnen. Lisa, je een boertje? Ja. Oh, lekker. We gaan eerst beginnen met deze open te maken en uit te rollen. Oké, wat belangrijk is, dit is koud, dit komt uit de koeling. Dit is gewoon bladerdeeg, zeg maar. Dus als je hiermee gaat werken, wordt het snel zacht, omdat je handen warm zijn natuurlijk. Dus je moet eigenlijk best wel snel zijn. Dat gaat natuurlijk niet, hè, maar oké. Okay. Nee, maar niet helemaal. Wat zeg je? Niet helemaal. Nee, klopt. Nee. Dus we maken het open en dan gaat hij altijd... Gaat hij niet ploppen? Oh, normaal plopt hij. Oh. Zo, dan maken we die open. Als jullie even hier van willen afblijven, want dan kan ik het erop leggen. Laat maar even liggen. Zo. Hoe voelt het? Oké, voel maar even. Dat is gewoon deeg. Oké, laat maar even los. Ik maak hem open en wacht, ik ga even laten zien. Dit is lekker. Dit is heel lekker, ja. Dus we hebben hier een stuk. Voelt heel lekker. Voelt heel lekker. Andere lekker. Stuk leggen we eraan. Wil je heel even niet doen? Dan kan die even blijven liggen. En dan hebben we nog een stuk. Dus je haalt er drie stukken uit en die leg je naast elkaar. En dan, en dan gaan we rollen. Oké. Wil jij eerst rollen, Mies? Ja. Oké. Goed zo. Ga maar misschien een beetje staan. Ga maar staan als je wil. Goed zo. Rol maar naar voren en naar achteren. Een beetje naar voren ook. Goed zo. Mag ik nu? Ja, mag ook zo. Oké, stop maar even. Dan gaan we hem even draaien. Ja. En dan mag je nog een keer rollen. Ga maar daar rollen. Goed zo. Daar nog een beetje. Ja, een beetje naar voren. Ga maar staan. Oh, niet erin gaan liggen. Oké. Doe maar. Rol maar weer terug. Je mag er bijna ik haal hem in. Vast. Ja, goed zo. Stop maar. En dan mag je Leila even rollen. Schuif hem even door. Daarom is bakpapier ook handig. Goed zo. Heel goed. En goed kijken, goed kijken wat je doet. Dat er geen vouwen in komen, want er zitten natuurlijk die strepen zitten er al in. Wil je iets meer naar jezelf toe hebben? Ja. Oké. Goed zo. Ga maar staan, dat mag. En probeer ook hier te rollen. Oké, zie je? Want hij begint, ja, maar dat komt, hij begint al een beetje te smelten. Oké, ga ik hem even afmaken, ja? Want hij wordt al warm. Zo. Kijk, en je wilt eigenlijk die overlappingen, die zo zijn, die krijg je niet helemaal eruit, maar die dikke wel. Zo. Dat is voor mama. Dat is voor mama, hè? Ja. En mag die ook lenen? Jij mag die zeker lenen, ja hoor. Ja. Ja hoor, zeker. Ja, voor papa. Ook voor mama, papa, mama. Ja. Papa, mama. Ja, liefie. Mis je mij? Oh, mama is ook zoveel aan het werk, hè, de laatste tijd. Ja. Ja, ja dat moet wel, hè? Ja, dat veel moet centjes wel. Verdienen. Ja, centjes verdienen, happen. Ja, voor happen, ja. Voor eten.
om leuke dingen te doen. Ja. En zo. Voor kerstbomen of kerstversiering. Of ja, dat hebben we allemaal wel. Lekker veel cadeautjes, hè? Ja, kijk voor... Ja. Oké, nu hebben we het deeg, zeg maar. Daar hebben we één plak van gemaakt. Ik laat het heel even liggen, zodat het een beetje, hè, samen kan gaan. En ik ga even 50 gram boter heel zachtjes in een magneet doen. Magnetron. Zodat mag het even ik smelt. En dan gaan we het erop smeren. Mag ik smelten? Jij mag niet zelf smelten. Oké, probeer maar. Ga maar zo smelten. Nee, oké. Okay. Kijk, en dit zijn een beetje die strepen waar ik het net over had. Die overlappingsstrepen, die moet je proberen echt een beetje... Ja, ze moeten overlappen. Het maakt ze lekker plat. En dit maakt op zich niet echt heel veel uit. Maar dit is in ieder geval waar we mee gaan werken. Oké, jongens. Ik heb intussen de oven voorverwarmd. Ik heb hem op 200 graden gezet. Ik doe hem straks iets lager. Ik denk 180. Ik heb hier boter. Die heb ik even 30 seconden in de magnetron gehad. Mag ook? Wat moet je ook, schatje? Ik had het ook zo prakken. Nou, we prakken het niet. Ik maak het gewoon eventjes één geheel. Want dan gaan we smeren. Ja. Mama gaat even smeren. En Ilayla mag even 2 kleine lepels gaan halen. Kan jij dat doen? Ja. Dan gaat mama vast smeren. Ja. Het is heel veel boter. Gewoon 2 theelepels. Ja, het is best wel veel boter, jongens. Wow. Als ze goed is, zijn er echt wel lepels. Moet je even goed kijken. Ik zie alleen maar vorkjes. Huh? Zijn er geen lepels die je kan pakken? Ja, alleen grote lepels. Nou, mag ook wel. Voor mij? Ja, hou allebei maar een lepel vast. Ja. Oké. Okay. Hoi, hoi. Zullen we ziet, leren? Dit is niet iets wat je moet eten als je op je eten let. Maar hey, voor kerst is dit leuk. Je kan dit leuk met je kindjes doen. Je kan het ook gewoon als dessert gebruiken. Want we gaan... Oh ja, we moeten ook nog natuurlijk straks die topping maken, hè? Oh. De rest van de boter ga ik straks de ovenschaal mee doen. Ik ben bang. Wat hè? Nog allebei stukjes suiker pakken? Ja, ik ga jullie allebei wat geven. Ik vind het lekker. Ik vind bruine suiker gewoon vind ik heel vies. Ik vind het heel lekker. Oké, okay. Strooi het maar over dit heen. Oh! Mama helpt jou. Mag eens ook? Ja, doe maar. Doe maar hierop. Gooi hem maar op. Hup. Goed zo. Mag je niet? Ilayla ook een beetje. Je wilt een eigen lepel. Ik ga het erop gooien. Netjes doen, hè? Niet precies waar Mies het heeft gelegd. Je moet het er een beetje overheen strooien. Dat is moeilijk met basterdsuiker. Zo. Mag ik smeren? Mag je zo doen. Mies nog een beetje erop zetten. Hoppakee. Ik doe hier ook nog een beetje. Je hoeft niet zuinig te zijn, zeg maar. Maar het moet ook niet te veel zijn. We gaan even een beetje zo doen. Mag ik ook? Mag ik ook eens? Ja, jij mag ook eens. Okay. Dan mag je zo even eroverheen. Wel voorzichtig, okay. Dat het deeg niet kapot gaat. Oké. Okay. Hou het goed vast. Je hoeft niet te bonken, want dan had ik had net een stukje. Zo. Goed zo. Deze ook. Mag ik nu? Ja, je mag dit heel voorzichtig zo'n beetje uitstrekken. Doe maar. Ga ik hier nog een beetje suiker doen. Komt in de boter. Mag ook eens? Je mag niet de boter wegstrijken. Zo is goed, zo is goed. Jij mag even nog een lepel halen. Oké. Mag ik ook nog? Nee, want dat is voor de kaneel. Mama gaat de kaneel doen. Want als je daarvan te veel doet, dat is echt niet lekker. Nee. Yes, thank you. Daar chocola is wel lekker. Ja, chocola is wel lekker. Ja. Kaneel hoef je echt niet veel te doen. Nee. Waarom ook is niet dat te weinig. Klein beetje zo. Banana open. Banana open. Banana open. Dit je appel mee, dan is gewoon met kaneel erover. Ja, dat vind je lekker, hè? Als ik ergens niet van hou, is het appel met kaneel. Oké, kaneel. Ja, ga ik zo eventjes aandrukken. Mies had het geweldige idee om nu ook al wat chocolade erin te doen. Ja. Dus dat gaan we nu ook doen. Ik heb smelt chocolade puur. Ik hou niet per se van pure chocolade om te eten. Maar als ik... Jij mag zo ook. Maar als ik ga bakken, neem ik altijd pure chocolade. Omdat de smaak toch altijd wat minder is. Ja. En dat zijn gewoon van die smeltchocolaatjes in een zakje. Jullie willen er ook wat op doen?
Oh, wacht. Ik wacht even. Ik breng dit iets meer naar jullie toe. Ja. Ga maar strooien. Oké. Doe maar, Ilana. Dan pak jij ook maar wat. Je mag het gewoon zo doen. Een beetje, een beetje. Nog eentje? Ja. Oh, oh, oh. Mama. Oké, mama. Mama heeft geknoeid. Zo. Oeh, dat is lekker. Dat is een heel klein kraan. Kijk, eentje, eentje. Wil je even eentje proeven? Mag ik ook eentje proeven? Even eentje aan je zus. Goed zo. Oké, wat we nu gaan doen is nog even de ovenschaal. Ik haal hier trouwens 6 uit. Ik ga de ovenschaal nog even goed inolieën, of invetten eigenlijk. Dat die... Ja, dit is echt wel een machtig ding wat we maken. Dus dat die echt even lekker in die boter gaat bakken. En weet je, hij wordt echt heel lekker. Ja. Ben je op dieet? Eet het niet. Hallo, lekker chocola. Oh, lekker chocola. Dit is echt wel... is echt wel een ding. Een heel lekker ding. Oké. Ja, echt zo lekker. Zo. Nu zijn we klaar nu. Nu zijn we klaar, maar nu gaan we dit oprollen. Ja, nu oprollen. Nu gaan we dit oprollen. Ja. En het is even een taartje voor mama. Ja, een taartje voor mama. Dit is niet wat kindjes moeten doen, want dit is een beetje biegelwerk. Ja. Willen jullie... Dat moet niet de kindjes doen. Nee, dat moet niet de kindjes doen, hè? Nee. 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 Dat is echt voor de mama's om te doen, hè? Ja. Ja. Willen jullie nog wat vertellen of zo? Ja. Vertel maar. Waar is de groep 2? Zit jij in groep 2? Nee, mijn eigen school. Jouw eigen school? Ja. Wat wil je daarover vertellen dan? Als ik groot ben, ja, dan moet ik mijn school even lenen. Moet je je school even lenen? Oh? Wat ga je doen dan als je je school leent? Een bakfiets. Ga je dan op de bakfiets naar school? En wie gaat jou brengen dan? Papa. Echt? Met de bakfiets. Gaat Bobby jou met de bakfiets brengen? Ja. Zo. Leuk? Ja. Ga je dan op school? Welke school ga je dan? Bij papa's school. Bij papa's school? Oh. Op welke school zit papa dan? Mijn school. Oh, oké. Jullie school is hetzelfde. Oké. Ja. Ik ga hier 6 stukjes uithalen. Ja, jij ook. Ik ook? Ja. Oké. En jij ook. Ilayla ook. Dus we zitten allemaal op dezelfde school? Ja. Oké. Nou, lijkt me leuk. Het is 2 ook. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zijn het er 6? Oké. Ja. Wat we gaan doen? We gaan ze niet zo erin leggen. Nee. We pakken hem op. We zetten hem zo erin. Nee. En we drukken hem een beetje aan. Dus je hebt hem gesneden, hij ziet er zo uit. Ja. Maar hij gaat er zo in. Ja, want dan kan het lekker zo aan Ja, want het gaat helemaal uitzetten natuurlijk. Nee, het is er later. En je moet hier ook niet... Wie is jarig? Niemand, we doen dit voor kerst. Oké. Voor kerst. Deze drukken we een beetje aan. Ja. Zo, is weer zo. Kerst. Dit gaat helemaal uitzetten. Dus zorg ervoor dat je dit... Ja. Maak het niet te... Moeten we de kerstlampjes even lenen? Moeten we de kerstlampjes... Jij moet wel alles lenen, hè? Ja. Maar ik heb gewoon kerstlampjes boven. Ja. Ja. Gaan we even versieren, oké? Ja. Oké. Moet ik ook kerstbomen verlenen? En we hoeven geen kerstboom te lenen. Die heb ik ook boven. Oké. Ja. Ik heb een witte en een groene. Ja. Groen vind ik het mooist. Ja, ik vind die witte ook en wel leuk. En de paars het mooist. Jij vindt altijd paars het mooist. Ja. Oké, guys, dus je hebt hem opgerold. Je snijdt hem in 6 stukken. Je pakt het stukje op. En je zet hem erin. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt. Ja. Dat hij uit kan zetten, want hij wordt heel groot. Dit ding zit straks helemaal vol met cinnamon rolls. Oké? Gaan we nu in de oven doen? Ja. Oké. Zo ziet het eruit. Dus zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt. En in de oven, ja, dat ga je natuurlijk zelf doen. Dat doet je kindje niet. Oké, Ilayla wil wat laten zien. Wow, wat ga je doen? Oké. Wow, Mies ook? Geweldig. Ik ga nu zelfs ook die lichten. Ja, heel goed. Zal ik het laten zien? Nou, doe maar.
1, 2. Nou, je zit te hoog. Oh, het licht is aan. Goed zo. Oké, guys, dus hij zit in de oven. Ik heb de oven dus voorgewarmd op... niet bij de oven, schat. De oven is niet eens heet voor me, maar oké. Ik heb de oven voorverwarmd op 200 graden. Voorverwarm, ik doe gewoon, als ik ga beginnen, doe ik de oven gewoon aan op 200 graden. En als ik het... Hallo. Mag ik maar even wat vertellen? Ja. Oké, dus zodra ik ga... Dus wat ik probeer te vertellen is, als ik ga beginnen, doe ik de oven aan op 200 graden. En als ik het in doe, doe ik hem naar beneden op 180. Je snapt wat de oven voorverwarmen is. En je snapt hoe het is om te koken en te bakken met kinderen. Nu gaan we 20 minuten wachten. Ze zijn klaar. Ik ga ze nog even laten afkoelen. Want anders kan je ze niet eten natuurlijk. En zijn ze nog een beetje zacht. Ze moeten even iets harder worden. En ik ga ze ook nog even een topping maken. De chocolade ruikt eruit. Ze zijn bijna klaar. Ze gaan nog heel even afkoelen. Ik ga nog even frosting maken met poedersuiker. Ik doe heel veel poedersuiker en een klein beetje water. En dan wordt er een mooie frosting voor over de cinnamon rolls. Kijk, ik heb nu eigenlijk al een beetje te veel water. Dus er moet nog meer poedersuiker erbij. En de klontjes moeten ook weg. Dat zou ook wel heel mooi zijn. Oké, we hebben nog even de frosting gemaakt. Dus die moet er eigenlijk nog even overheen. Kijk. Zo. Lekker, ziet hij er lekker uit of niet? Ja, ziet er echt lekker uit. Heerlijk, hè? Ja, heerlijk. Wil je dit ook een keer doen? Ik ook. Doe maar. Oké. Nee, ik hou hem wel vast. Doe ik hem even bij jou. Goed zo. Mag ook eens? Jij mag ook wel. Mag even Ilaine wel nog één keer, denk ik. Ja. En dan mag Mies even. Hou ik hem wel voor je vast. Doe maar. Ik ook zo. Goed zo. Ja, ze zien er heel lekker uit, meiden. Dat hebben jullie goed gedaan. En moeten we ze misschien even gaan proeven? Ja, sowieso. Zullen we dat gaan doen? Ja. Ga ik nog heel even... Oh, wacht maar even, want dat gaan we niet zo doen, hè? We gaan niet uit de hand eten. Ik ga nog heel even zo... Ik heb er even een bakpapiertje onder gedaan. Anders gaat het allemaal op de etagère plakken. Zo, gaan we even... Rechtop zitten. Ja. Willen jullie allebei een hele? Ja. Gaat dat lukken met eten? Ja. Oké. Ik heb servetjes. I know this is 12 days of Christmas, maar dit is Sinterklaas. Ja, geef niks. Dit is Sinterklaas. Dit is Sinterklaas, hè? Die man met die witte baard. Ja. Hij is nog wel warm, hoor. Ja. Oeh, kijk eens. Ga maar even zitten. Is die gesmolten chocola al bijna klaar? Er komt geen gesmolten chocola overheen. Oh. Maar er waren toch chocolaatjes eroverheen? Er zit chocola in. Oh. Weet je nog? Miesje ook. En Mies, wil jij de helft? Ja. Ja? Oké, ga ik voor jou even de helft doen. Doen we allebei even een halfje, ja? Ja. Pak ik even een mes, hoor jongens. Ja. Kijk, Mies, krijg jij de helft en doe ik ook de helft? Oh. Jullie moeten eigenlijk even zien hoe het van de binnenkant eruit ziet. Dit is zo lekker. Kijk deze. Ja, pak maar. Nou, gaan we even eten. Ja. Oké, proeven maar meiden. Volgens mij. Oh, heerlijk. Heerlijk. Ja? Lekker hè, eet maar. Van papa? Ja. Dat is niet van papa. Is het niet van papa? Nee? Heel lekker, of niet? Wat vind jij, Lala? Hij heeft boter. Hij heeft boter. Waar is de boter? Die is helemaal gesmolten. Hadden we de boter op gesmeerd, hè? Ja. Ja, oh lekker. Met suiker. Dat is wel vies. Nee, maar wel pakkelijk. Lekkerig, hè? Ja. Jongens, we gaan nog even door eten. Bedankt voor het kijken. Sorry, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En, doei! Ja, doei. Willen jullie nog wat zeggen? Ja. Ik kan niet. Nee? Jij? Nee, we gaan lekker eten. Bedankt voor het kijken en ik zie je in de volgende video. Doei! Doei! Doeg!
wat ik trouwens nog even wou zeggen, dit zijn kleintjes. Dat is handig, weet je, met kids en leuk voor het maken en zo. Maar als je nou bijvoorbeeld een etentje of iets hebt, je kan ook de grote, dus zeg maar de XL deeg halen. En dan heb je echt die grote, die heb ik wel eens eerder gemaakt, heb ik ook wel eens eerder laten zien. Maar dan kan je die gewoon halen, maar dit waren lekkere kleintjes. Oké, nu gaan we echt. Doeg!